Dit is Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken. Ja, leuk dat je weer luistert naar de zoektocht van Lars en mij. Naar wat echt pedagogisch verantwoord is. Hey Tijmen. Zijn er weer. Ja, weer op een nieuwe plek hè. Leg eens even uit waar we zijn. Ja, we zitten in een koffietent. Waar ze ook broodjes... Met een gat erin. Met een gat erin verkopen. Ja. Dus we mogen natuurlijk geen reclame maken. Nee, dus, maar dan weten mensen het wel. Maar ik vind het wel leuk. Je komt op zoveel plekken op met zo'n podcast ook. Ja, en om ons heen zitten allemaal koffietjes, jus, ontbijt, alles erop en eraan. Ja, en we zijn er vroeg bij ook vandaag. Zeker. Heeft alles te maken met waar we naartoe gaan ook. Wij gaan ons deze keer focussen op een schoolmethode. Een soort type onderwijs. Wat in Nederland ook best wel groot is. En deze keer doen we dat met het Dalton-onderwijs. In de toekomst gaan wij ook allerlei opvoedkundige visies af. Omdat, ja, natuurlijk, een kind die wordt gewoon opgevoed ook op de scholen. Want daar zijn ze het merendeel van de tijd. Dus ja, we vragen ons af van, oké, wat zijn al die onderwijsvisies? Hè, als je het hebt over basisonderwijs of middelbaar onderwijs. En wat is nou het verschil tussen al die verschillende stromingen? Ja, precies. En ik ben bijvoorbeeld zelf ben ik dan op een openbare basisschool ben ik helemaal begonnen en heb ik helemaal doorlopen. Dus echt saai en standaard eigenlijk. Ja, nou, dat is wel een beetje basis, ja. En daarom ben ik ook heel geïnteresseerd in dit soort types. Want waarom kiezen ouders voor zo'n school dan eigenlijk? Wat is dan het grote ding? Want weet jij, als jij Dalton hoort, wat denk je dan bijvoorbeeld aan? Denk je dan al ergens aan? Nou, dat komt natuurlijk door de opleiding pedagogiek die ik volg. Hebben we ook heel eventjes gehad over al die verschillende onderwijsvisies. En daar denk ik heel erg aan dat verschillende leeftijden met elkaar werken. Dat is het enige wat echt nog is blijven steken nog. Oké, ja. Want je hebt je studie ook gedaan. Heb jij nog iets wat je blijft plakken van Dalton? Je vraagt altijd naar die kennis die ik allemaal kwijt ben geraakt. along the way, zeg maar. Vervelend, hè? Ja. Nee, ja, weet je, ik focus me altijd heel veel op de vrijschool. Want dat vond ik altijd interessant. En ook omdat ik mensen in mijn omgeving had die daar hadden gezeten. Dus daar kreeg ik heel veel van mee. Maar daarom ben ik juist geïnteresseerd in wat maakt Dalton dan weer anders? Ja, precies. Dus dat is in ieder geval de onderwijsvisie die we vandaag gaan bespreken. En daarvoor nodigen wij uit Marianne van den Broek. En zij is de directeur van de Dalton Academie in Nijmegen. En daar gaan wij over een paar minuten gaan wij naartoe. Dus we zitten dus nu nog steeds in die koffietent. Maar eerst gaan we dus even de uitspraak van de week behandelen. Daarna nog twee bronnen, wetenschappelijke bronnen. Maar eerst wil ik nog even belichten wat Dalton eigenlijk betekent. Hè? Want Dalton is natuurlijk een onderwijsvisie. Maar waar komt die naam eigenlijk vandaan? Dalton is de woonplaats van de familie die de eerste school grotendeels financierde. Oh, dus dat is niet een naam van de persoon die het heeft gesticht? Nee, niet per se een heel goed verhaal eigenlijk. Maar ook wel, want het is wel waardoor het gestart is. Dus dat is ook een soort eerbetoon of zo. Oké. Ja, tof. Nou, dan gaan we dus nu naar... De uitspraak van de week. Laten we de school zien als een sociologisch laboratorium... waar de leerlingen zelf de proeven nemen. Ze moeten daar niet de slachtoffers zijn van een ingewikkeld en uitgekristalliseerd stelsel... dat buiten hen om ontwikkeld wordt, laten we de school zien als een plaats die net als het leven zelf als gemeenschap functioneert. En dat zei Helen Parkhurst. En dat is de Amerikaanse pedagoog die Dalton Onderwijs heeft opgericht. Oh wauw, dat is wel een hele bijzondere en lange uitspraak. Ja, vooral het uitgekristalliseerd. Ja, mooi. Dat vind ik wel een mooie term. Ja, maar ja, dat is mooi. Dus een beetje de school als de maatschappij dus eigenlijk. Want met deze uitspraak refereert zij naar het laboratory plan. En dat is zeg maar ook deel van haar hele onderwijsmethode. Dat is de manier hoe zij ook haar lessen vormgeeft. Ja goed, het is natuurlijk wel wat je zelf al zegt. Het lijkt niet alleen te gaan over onderwijs. Het gaat echt over de maatschappij als geheel. Maar dat vind ik ook mooi. Een soort van politiek stelsel waarin leerlingen dan ook mogen meebeslissen met de regels en zo. Zoiets zie ik me dan voor me. Ik weet niet of dat dan klopt. Maar... Mm-hmm. Ja, dus die Helene Parkhurst was niet eens alleen een onderwijzer. Dat was ook een soort filosoof eigenlijk. Hè? Die ze dacht na over hoe wil ik dat de maatschappij eruit ziet. En dat begint bij goed onderwijs. Gelukkig hebben wij daar ook twee bronnen bij gevonden. Die daar meer over kunnen vertellen over dat onderwijssysteem. Wetenschappelijk verantwoord. Nou ja, bron 1 zegt eigenlijk dat het Dalton-onderwijs eigenlijk ook is doorgestroomd in het regulier onderwijs in Nederland. Dus dat heel veel aspecten van dat Dalton-systeem over zijn genomen. Waaronder bijvoorbeeld dat kinderen eerst een klassikale uitleg krijgen en vervolgens zelfstandig aan de slag gaan. Dat was heel erg nieuw eigenlijk. Want als je ook kijkt naar het traditionele onderwijs van vroeger, nou, dan zie je allemaal die kids in een rijtje zitten, allemaal stilzitten.
Die mogen zich niet verroeren bijna. En er staat voor de klas staat een docent. En die is een verhaal aan het vertellen. En dan moet je naar luisteren. Ik zit helemaal voor me. Maar wij hebben dat niet meegemaakt natuurlijk. We hebben niet meegemaakt. Nee. Omdat dus dat Dalton gedachtegoed van... Hey, je krijgt eerst een uitleg. Maar daarna mag je wel in groepen samen aan zaken gaan werken. Dat hebben we dus uit het Dalton-onderwijs gehaald. Ja, dus wat ja. jij gehad hebt, dus vroeger op de basisschool. Dat heb jij gehad, hè? Dat ja. je... groepjes mocht werken of aan projectjes of tekeningen. Ja, of... nou ook een beetje. Niet zo heel veel hoor trouwens. Ja, maar ook dat hele kleine beetje, dat is dus, komt het van dat onderwijs Dalton, af. Ja. Dat vind ik wel bijzonder. Dus eigenlijk hebben ze zoveel invloed gehad op het hele onderwijsstelsel dat ja, bijna iedereen dat wel heeft gehad. Ja, ja, heel mooi. En de tweede bron, Lars, waar gaat die over? Nou ja, daar gaat over hoe relevant is Dalton dan nog in Nederland. Nou ja, en best relevant, want er zijn maar liefst 368 Dalton basisscholen en ook nog 28 middelbare scholen. En dat is toch nog best wel een aantal. Ja, want ik heb altijd wel even die lijstjes gezien van hoeveel basisscholen zijn er en zo. En dan zie je nog wel dat tegenwoordig nog steeds de bijzondere scholen, hè, dus de scholen vanuit een religieuze achtergrond en de scholen vanuit een onderwijsvisie, dat die nog wel in de meerderheid zijn. Maar ik, ja goed, omdat ik Dalton onderwijs niet heel erg in mijn omgeving zie, dacht ik dat het kleiner was, maar het is nog steeds best wel groot. Maar we moeten het natuurlijk wel in perspectief zien, want er zijn dus 368 Dalton basisscholen, maar in totaal zijn er 6202 basisscholen in Nederland. Ja, dus dan is het toch nog wel een klein aandeel. Maar precies. Toch, dat betekent toch dat 1 op de zoveel wel gewoon naar Dalton onderwijs gaat. Ja. En ik ben benieuwd van wat voor kinderen zijn dat dan ook? Ook wel ja, een goede vraag. En ik ben benieuwd, omdat wij dus hebben geconcludeerd net dat het Dalton onderwijs eigenlijk verweven zit al in alle onderwijsstromen, of het nog wel echt relevant is als zijnde een vaststaand of als een zelfstandige visie. Ja, of is die naam gewoon aan blijven hangen? Dat is dan een goede vraag om te stellen, inderdaad. Precies, Lars. Oké. Okay. Pedagogisch verantwoord gaat naar de praktijk. Deskundig verantwoord. Ja, we zijn nu aangekomen op Dalton Academie de Meiboom in Nijmegen. En daar hebben we net een mooie rondleiding al gehad van de directeur, Marianne van den Broek. Welkom. Ja, ook welkom. Ja, leuk dat, dat jullie er zijn. Wij zijn te gast, ja, inderdaad. Ja, zeker. Dus dat is altijd wel grappig als we zeggen welkom. Ja. Marianne, ja, je hebt ons net even het gebouw laten zien. En we hebben dus een heel mooi beeld kunnen krijgen van hoe jouw school eruit ziet. Gigantisch gebouw. Als je vergelijkt hoeveel leerlingen er eigenlijk op zitten. Hoeveel leerlingen zitten hier? Er zitten nu, in oktober hadden we er 155. Ja. En dat is een beetje gemiddeld. Afgelopen jaar hebben we er ook 160 gehad. Dat schommelt een beetje tussen de 150 en 160 op dit moment. Maar is dat dan een grote school? Als je kijkt naar andere scholen in bijvoorbeeld? In Nijmegen is dit een kleine school. In vergelijking met op het platteland zijn veel kleinere scholen. Dus in zoverre is het hier een kleine school. De meeste scholen in Dukenburg, hè, want het is een school in Dukenburg, zijn groter. De buurtschool, de Aldehoven, die is ongeveer even groot. Het heet al een Dalton Academie, dus geen normale Dalton school. En wat is dan dat stukje academie dan? Want het klinkt natuurlijk heel groot en gigantisch. Wat is dat dan? Het is heel groot en gigantisch. Wat we daarmee voor ogen hebben is, we hebben in ieder geval, we zijn ook een brede school. Dus dat betekent dat we voor de populatie ook extra middelen hebben. Ook kleinere groepen. Maar de Dalton Academie hebben we eigenlijk bedacht als paraplu-naam boven de opvang. Peuterspeelzaal hebben we intern en ook welzijn. En die organisaties samen maken de Dalton Academie. Ja, dus dat kinderen hier eigenlijk als peuter al aankomen in dit gebouw en weggaan als puber. Dat is een beetje het idee. Ja, dat is de bedoeling. Ja, en ze hebben nog wel zo'n ambitie dat het nog mooi zou zijn als we kinderen zelfs het stukje VO nog zouden mogen bieden, omdat wel kinderen hier weggaan die nog de taal te weinig spreken. En met 2 jaar extra zouden ze dan mogelijk wel eens hoger uit kunnen stromen. Ja, dus zelfs na de basisschool dan nog tijdens... Dat zouden we leuk vinden, maar dat is een ambitie die nu in Nijmegen nog niet te realiseren is. Ja, je vertelde in het voorgesprek al even dat je 4 jaar hier nu werkt. Klopt, ja, hè? Ja. Klopt, ja. En 25 jaar geleden is het zeg maar een Dalton-school geworden. Ja, vorig jaar juli was het 25 jaar Dalton-school. Ja, en Tim en ik zijn eigenlijk een beetje op zoek in deze aflevering naar het Dalton-DNA of zo. Wat is er toen dan veranderd, toen 25 jaar geleden, in deze school bijvoorbeeld? Ja, ik was al 25 jaar geleden niet, dat snap natuurlijk, ik. Hè, dus dat is een beetje lastig. Ja. Maar ja, weet je, het gedachtegoed van Dalton is er toen in ieder geval ingebracht. En vanaf dat moment is er een licentie.
En die licentie moet je elke 5 jaar opnieuw weer, zeg maar, aanvragen. Dat gaat wel officieel dan ook. Ja, 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 ja. We zijn echt met visiteurs. En dan word je gewoon bekeken op Dalton. En dan gaat het vooral over de kernwaarden van Dalton. Dat is het uitgangspunt op die dag. En daar zijn criteria voor. En dan word je bekeken of je nog steeds in het gedachtegoed van Dalton van Helen Parkhurst werkt. Ja, want wat is nou echt een specifiek en concreet voorbeeld wat echt bij een Dalton-school hoort? Wat ze hier hebben? Nou, het is wel interessant. Ik vind zelf de kernwaarden in een Dalton-school zijn die er allemaal. Alle 5 kernwaarden. En dan heb je het over zelfverantwoordelijkheid en over samenwerken. En over efficiëntie met tijd en middelen. En over reflectie en over vrijheid, verantwoordelijkheid. Daar de balans tussen. Dat moet allemaal aanwezig zijn. Bijvoorbeeld het takenblad, zoals Helen Parkhurst het bedacht heeft. Waar wij nu inmiddels gewoon een doelenblad ook van gemaakt hebben. Dat is wel een verandering. Dus dan gaat het niet meer om het afstrepen van ik heb mijn taak klaar, maar ik heb het doel behaald. En dat is natuurlijk iets wat in het hele onderwijs op dit moment meer speelt. Hè? Het eigenaarschap van leerlingen. En ik denk dat op een Dalton-school, tenminste dat is wat ik zelf gezien heb, omdat ik ook op traditionele scholen gewerkt heb, werken mensen die ook, het is ook the way of life. Dus mensen hebben zelf ook heel veel met die kernwaarden. Want als je daar zelf niet in gelooft, als je niet gelooft dat kinderen eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen, dan werkt het niet. En waarom geloof jij daar dan zo in? Dat dat zo belangrijk is? Ik geloof daar denk ik vooral zelf in, omdat ik zelf ook het heel belangrijk vind om invloed te hebben op wat ik doe. En ik merk op het moment dat ik daar geen invloed meer op heb, dan ga ik ook heel vervelend worden, zeg maar. Of dan vind ik het ook niet meer prettig. En ik denk dat dat bij kinderen ook zo werkt. Dat betekent niet dat je alles zelf kan bepalen, want dat is wat anders. Want wij zien natuurlijk bij kinderen ook zelfbepalend gedrag, hè? En dan denken ze dat ze alles zelf mogen bepalen zoals zij het willen. Dat is wat anders. Ja, je moet ook rekening leren houden met de ander. Ja, dus het is precies, dat zit ook natuurlijk in dat samenwerken. Dus er is wel zijn wel basisvoorwaarden nodig om Dalton te kunnen doen. Dan heb ik het over respect en dat je gewoon wel luistert naar elkaar en nou ja, dat je gewoon de normale omgangsvormen, zeg maar. Dat is wel een basisvoorwaarde. Ja, want we hadden dus net in het voorstukje wat Lars en ik hadden opgenomen, hadden wij gelezen dat heel veel basisscholen ook al redelijk wat Dalton-elementen overnemen. Als het gaat over in groepjes samenwerken en zo. En je zegt ook zelf al dat veel scholen dat al doen. Maar wat maakt dan dat Dalton-onderwijs dan nog zo specifiek en zo uniek? Ja, nogmaals, ik denk inderdaad andere scholen nemen dat over. Hè? Dus dat betekent dat er hele goede elementen in zitten, denk ik dan. Want anders wordt het niet overgenomen. En als je op een Dalton-school komt werken, dan, tenminste, dat is wat ik doe als ik mensen hier aanneem. En we hebben best wel wat nieuwe mensen de laatste tijd. Dan zijn de voorwaarden dat je daarin gelooft. En ik denk dat er op veel reguliere scholen ook heel veel mensen zijn die, dat heb ik ook ervaren, zeggen van ja, maar dat kun je wel willen. Maar ik geloof niet dat kinderen dat kunnen. Wil jij dat Lars en Tijn met jouw pedagogisch onderwerp behandelen? Mail jouw idee dan naar podcast@pedagogischverantwoord.nl. Ja, oké, dus dat is eigenlijk wel de crux. Dus heel veel scholen die daltoniseren wel een beetje, zoals dat dan genoemd wordt, maar niet volledig in de zin van, hoe ze het hier nog op deze school doen? Ja, weet je, dat zal per school verschillend zijn. Ik denk zeker dat, dat is natuurlijk, ook traditionele scholen van oorsprong kunnen prima een Dalton-school worden. Maar je moet er wel dan met z'n allen echt van overtuigd zijn. En dat is denk ik wat vooral heel erg belangrijk is. Ja, dus met z'n allen achter de visie staan van Helen Parkhurst. Ja. En daar dus inderdaad dat ook uitdragen naar de kinderen. Ja, want dat moet je voortdurend met ze bespreken. En je moet daar de hele tijd mee bezig zijn, want anders gaat het niet werken. Nee, en we hadden het ook nog even over wij dan op school hebben gezeten, hè? Want daar kunnen we misschien ook wel een beetje verschil aan zien. Nou, wij hadden vroeger volgens mij veel minder verantwoordelijkheid. En als ze, het is wel een mooi idee dat ze vanaf de eerste groepen al steeds meer verantwoordelijkheid krijgen. Dan voelen ze dat denk ik ook wel, die kinderen. Ja, het is wel grappig dat je dit zegt, want ik vind zelf ook nog altijd van, want het is wel een valkuil in het hele onderwijs. Als kinderen bij groep 1 en 2 zitten,
En de peuteropvang kan ik dat niet zo... Tenminste, wat ik hier gezien heb, zit dat ook wel in het gemeengoed van de peuters. Maar als kinderen dan naar groep 3 gaan, is het heel vaak zo... Dan moeten we weer allemaal op het stoeltje zitten. Dan is het maar de vraag of dat we iets zelf mogen doen. Hè? Dus dat zie je op heel veel scholen. Dat het dan weer minder echt klassikaal wordt, ja, zeg maar. Ja. En ik denk op een Daltonschool ben je voortdurend met die pijlers bezig. En wil je het daar zeker doorzetten. Weet je, en dat zal ook weer, en dat is met alles, ook op goede traditionele scholen die echt dat gemeengoed vastpakken, ook zijn hoor. Dus... He, maar het is, blijft met, als je het uit blijft stralen met elkaar, dan ben ik ervan overtuigd dat het de enige manier is. Ja, want waar had jij nou ook weer op school gezeten, Tijmen? Nou, ik had op een katholieke basisschool gezeten. Okay. En in de zin van dat het niet, het was niet heel erg streng katholiek, maar er waren wel wat uitgangspunten in de zin van dat we communieles kregen als er de heilige communie was en dat er een godsdienstles was. Dus af en toe kwam er een priester, kwam wat vertellen over de Ark van Noach en dat soort zaken. Maar geen Dalton-elementen dan? Of? Ja, dat is wel. Want we hadden wel dat stoplicht. Want dat is een Dalton-element, toch? Van hè, als ze op rood staat, dan mag je niks vragen aan de docent. Of dan moet je eigenlijk werken. Ja. In mijn hoofd doe ik dit allemaal. Hè. Als je op oranje stond, mochten we alleen onze hand opsteken, volgens mij. En als je... Ja, je moet me verbeteren als het niet goed is, hè? En als het groen was, dan mocht je iets zeggen. Het is niet goed of fout, denk ik. Oké, dus geen regel. Al interessant. Je zei daarvoor nog iets anders interessants. Je zei, ik zat op een katholieke school. Ja. Dit is een katholieke school. Oh, dat kan samen? Dat kan samen. Dus dat staat... Dalton is echt het concept. Okay. En wij zijn van oorsprong een katholieke school. Dus dat is ook nog wel waar we over nagedacht hebben. Wat willen we daarmee? Hè? Dus wij hebben hier in de wijk is de ontmoetingskerk. En dat is die hebben protestant en katholiek met elkaar. Daarnaast is de moskee hier voor de islamieten. Mm-hmm. En wij hebben juist gezocht naar... Wacht even, maar wij zijn een Daltonschool. Wij hebben onze roots in Nederland. En wij hebben onze roots in het katholieke geloof. Maar dat is juist zo mooi hier. Want iedereen heeft zijn eigen wortels hier. Er zitten hier, ik geloof, 33 verschillende culturen. In deze wijk? Op deze school. Op deze school zelf, oké. Dus dat betekent dat... wat is er nou nog mooier dan dat je in een oefenmaatschappij... zoals Helen Pakers dat wil, kunt oefenen met 33 verschillende culturen... en allerlei soorten kinderen en thuissituaties. Dat is wat wij hier dus doen. En onze roots... Ja, dat is dan wat ik net zei, die drie pijlers. En dat zijn onze wortels, zeggen we dan, van de meiboom. Maar elk kind heeft zijn eigen wortels. Ja, precies. Maar hoe wordt dat Rooms-Katholieke dan nog naar voren gebracht? Samen met het Dalton gedachtegoed? Ja, in onze leerlijnen, in onze Dalton leerlijnen. De ik-doelen en leerlijnen, daar zitten, hebben we ook de identiteit in verwerkt. En een aantal keren per jaar, als wij met ons portfolio, als kinderen daar weer mee bezig zijn, zit bijvoorbeeld wie ben ik? Nou, daar komt dan heel duidelijk naar voren van wie ben ik nou? Wat zijn mijn wortels? En daar wordt dus juist ook aan die identiteit en aan die vorm. En we vieren wel kerst en Pasen. Oh. Dus de katholieke feesten vieren we in ieder geval. Maar we hebben ook aandacht voor die andere feesten. Omdat hier, ik geloof zo uit mijn hoofd, 60%... in ieder geval niet katholiek is. Oké, okay, ja, want ik kan me ook voorstellen dat die daar misschien dan ook... Ja, hallo, als dan 60% niet katholiek is... hebben die daar geen opmerkingen daarover? Dat jullie ook met katholieke dingen bezig zijn? Nee, juist denk ik omdat wij het op deze manier benaderen. Ja, en je wortels kan je niet wegnemen. Dus nee, dat snap ik. Op die manier wordt het benaderd. En dan levert het ook heel veel mooie dingen juist op. Mm-hmm. Okay. Wij zijn ook een beetje op zoek voor ouders natuurlijk. Van wat zijn nou keuzes? Hè? Welke keuzes heb je nou voor onderwijs in Nederland? Is er een bepaald soort kind wat geschikt is voor Dalton? Of is dat niet per se? Dat is een hele mooie vraag. Specifiek of zo? Ja, ik denk zeker dat het zo is dat het ene kind meer geschikt is voor Dalton onderwijs dan het andere. Maar als je gelooft in wat ik net zei, dan is elk kind geschikt. Maar dan moet je wel, en dat is wel waar wij nu ook heel erg mee bezig zijn. In ieder geval zorgen dat de basis communicatie en basisgedrag oké is, zeg maar. Hè? Dat je met elkaar gewoon een fijne omgeving creëert.
En dan is het voor elke kind wel op een ander niveau. Maar daarvoor hebben we dan ook bedacht, bijvoorbeeld bij zelfstandigheid, dat er is ook een leerlijn met fases. En dan kan je ook zien aan de ikdoelen die daar staan, van kan ik dat al of kan ik het niet? Dus het kan zomaar zijn, dat zijn 8 fases, hebben we dat uitgewerkt vanaf de peuterspeelzaal. En het kan zomaar zijn dat jij dus in een fase zit, als je in groep 8 zit, dat je misschien met je zelfverantwoordelijkheid in fase 4 zit. Ja, ja, dus het is niet een één rechte lijn die omhoog gaat, maar je kan echt per onderwerp kun je je apart ontwikkelen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, elk kind kan sommige vaardigheden wel al hebben. Het gaat heel erg over vaardigheden dan. Wat kan ik al? Kan ik dat zelf? En dan is het ook nog zo dat het ook niet zo heel altijd lineair omhoog gaat, maar dat het ook nog zo is dat het ook soms alweer naar beneden gaat. Ja, ja, dat je ook even terugval hebt, zeg maar. Ja, dat kan ook met de omgeving of de omstandigheden. Of, als je iets erg meemaakt bijvoorbeeld. Als dat kan, ja, maar ook het kan ook liggen aan dat er hier een andere leerkracht is of dat er een vervanger is. Of dan ja, zie je dat kinderen ook wel weer eens terugvallen in oud gedrag. Maar ouders die zeg maar willen dat hun kind echt bij de hand wordt genomen meer, dan is het dan eigenlijk al minder geschikt, toch? Klopt dat? Bij de hand worden genomen. Ze worden hier ook bij de hand genomen. Ze worden hier, maar wij zeggen van kinderen moeten juist leren. Je moet ze het wel leren. Je moet het wel voordoen. Hoe je ze kunnen niet vanzelf. Nee, je moet er niet van uitgaan dat elk kind dat zomaar kan. Nee, je moet aan de hand genomen worden om uiteindelijk van leerkracht gestuurd naar zelf gestuurd. Ja, en kom jij ook wel eens mensen tegen die bij Dalton onderwijs hebben gezeten? Ja, en die dan daar weer over vertellen aan jou van hoe was dat eigenlijk voor mij? Wat heb ik daaraan gehad? Hoor je dat wel eens terug? Nou, wij horen het ook wel van middelbare scholen terug. Ja, precies. Ja. Dat op het moment dat het ons lukt om kinderen ook echt met zelfsturing af te leveren, dat ze daar op het middelbaar onderwijs wel profijt van hebben. Ja, want dat vroeg ik me dus ook heel erg af. Hè? Want vaak zie je zo dat als kinderen in een bepaalde onderwijsvisie worden grootgebracht in het basisonderwijs, dat ze dan in de middelbare school, wanneer ze dan weer bijvoorbeeld in strakke klasjes moeten zitten en weer naar een docent moeten luisteren voor een uur, dat ze daar toch veel moeite mee hebben. Omdat ze gewend zijn om toch wel wat vrijheid te krijgen en wat zelf mogen bepalen waar ze aan werken. Merk je dat dus niet dat in de middelbare school ze daar last van hebben? Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord. Ja, dat is natuurlijk per kind heel verschillend. Maar wat jij nu zegt is zelfbepalend. Ja. En dat is wat anders dan zelfverantwoordelijkheid leren nemen. Dus ik heb ook wel verhalen van kinderen die juist in het voortgezet onderwijs, ook al zijn ze hier gewend dat ze dan zelf keuzes kunnen maken, daar wel heel goed mee om kunnen gaan. Omdat ze dan juist die leerkracht kunnen, of die docent kunnen vertellen wat ze zelf nodig hebben. En dat wel op een goede manier kunnen vertellen, omdat ze dat juist geleerd hebben. Ja, precies. Dan geven ze dus aan van wat een behoefte is. Van, hey, ik merk dat ik nu een uur lang moet gaan zitten luisteren naar jou. Dat vind ik niet zo fijn. Kun je me helpen om hier mee om te leren gaan of om mij alternatieven aan te bieden? Ja, precies. Maar dat nogmaals, dat is per kind verschillend. Want als een kind heel zelfbepalend is en wij hebben dat ook niet kunnen draaien, zeg maar. Hè, dus dat ze toch die sturing voortdurend nodig hebben gehad om het proces, dan is dat niet zo. Dus maar dat is wel echt heel mooi, want dan die kinderen op de middelbare school, die zeggen vaak van, ik moest dit van de leerkracht en we hebben vandaag dit en dit en dit moeten leren. En jullie gaan heel erg uit van dat ze daar zelf ook mee bezig moeten zijn nog. Ja, we zijn recent weer gestart met een digitaal portfolio bijvoorbeeld. En dat betekent dat ze dus echt zelf na moeten denken. Dat kind-oudergesprekken hebben we nu ook voor het eerst weer gedaan. Dus we zijn ook zelf wel weer echt die slag aan het maken vanuit die basis die dan op orde is naar en wat dan precies. Hè? Dus dat is ook Dalton, hè? Steeds reflecteren van wat zijn we aan het doen? Lukt het nog? Moeten we de dingen anders doen? En in dat portfolio denken kinderen is de belangrijkste doelstelling voor ons is dat kinderen dat zelf, het is een kindportfolio. Dus zij mogen daar ook alles in hangen wat zij belangrijk vinden. Wat wil ik? Wie ben ik? Wat wil ik? Wat heb ik nodig? Dat soort vragen worden grote dan vragen aan gesteld. Voor kinderen. Ja, het maar zijn wel grote leuk om vragen, mee bezig te zijn. Maar die kun je natuurlijk heel klein maken. Even voor jullie beeld, de leerkracht van groep 1-2 heeft met kinderen samen
elk kind een prachtig ziet het eruit hoor. Ze hebben het echt heel mooi gedaan met waar woon ik. En heeft hij op internet gezocht naar de foto van het huis samen. En dat ook Google Street View erbij gepakt. En dat hebben ze dus besproken. Wat zijn je hobby's? Wie ben ik? Was de eerste vraag dus. En dat is besproken ook met het eerste kind-oudergesprek. En het kind heeft in principe dat zelf verteld. Okay. En dat is dus, we zijn daar echt in ontwikkeling. Dus en dat is ook wel Dalton. Toevallig heb ik recent de voorzitter van het NDV gesproken, omdat hij vragen had over die naam Dalton Academie. Ja, en dat is voor de luisteraars, dat is het Nederlandse Dalton Vereniging. Ja. En omdat die naam opgevallen was, en toen heb ik het er met haar ook even over gehad, van ja, wij zijn op dit moment, als je het vraagt, misschien niet helemaal Dalton, maar toen gaf zij juist aan, ja, maar doordat jullie er zo over na aan denken zijn van hoe dan, en hoe kunnen we het wel weer meer doen en hoe kan je dat eigenaarschap groter maken? Mm-hmm. Dat zij aangaf van ja, maar dat is juist Dalton. Ja. Dus het gaat er niet om wat je op dit moment ziet. Het gaat erom wat je met elkaar wilt en ja, wat er voor mogelijkheden zijn. Ja, dus echt weer die onderwijsvisie echt. Hè? Dus echt dat je daar in je achterhoofd mee bezig bent, dat je dat probeert uit te dragen. Maar als ik dan toch weer terugga naar de praktijk, hè? Dus echt de keiharde praktijk. Hoe ziet een echte Dalton school eruit in de zin van de structuur? Die kids komen binnen, 's ochtends en dan? Ja, jij gaf net, dat is wel grappig, met het stoplicht bijvoorbeeld. Hè? Ja, want daar had ik nog wel iets over te zeggen. Het is in een Dalton school, je ziet denk ik in heel veel Dalton scholen een stoplicht, al dat soort middelen. Hè? De taak is echt iets wat in Dalton gewoon heel een weektaak. Kan beginnen met een dagtaak. Dat is echt van oorsprong van Dalton. Maar wat vooral heel belangrijk is, en dan is bijvoorbeeld wat jij zegt, zo'n stoplicht. En je hebt ook van die Dalton blokjes, hè, waar zo'n, ik weet niet of je dat kent, kan een kind dan op tafel leggen van ik heb een vraag of ik wil niet gestoord worden, dat soort. Allemaal van Dalton, want dat herken ik ook allemaal van mijn basisschool nog. Ja, precies. Maar toen zei jij net van zeg ik het goed, zei jij net. Ja, ja. Nou, er is dus geen goed of fout. Het gaat om, in dit geval, uitgestelde aandacht. Van hoe kan ik dat met kinderen bewerkstelligen? En dan moet je op schoolniveau afspraken maken. Hoe doen wij dat? Ja, precies, en dat kan precies. Per situatie heel verschillend zijn. Het kan zelfs zo zijn dat je helemaal niet kiest voor dat blokje of voor dat stoplicht. Maar wat wij wel zien is, en daar zijn wij nu ook weer heel erg mee bezig, van welke basismiddelen willen we wel gebruiken, omdat wij natuurlijk ook in het midden, heb je gezien, hè, die leerpleinen hebben, waar je het liefst wil dat kinderen, zoals Helen Parkers dat bedoelde, gewoon aan het werk kunnen zijn. Ja. En dan denk ik dat zo'n hulpmiddelen voor kinderen wel heel helpend kunnen zijn. Als ze dan weten van, hey, overal is dat stoplicht, als je daar een instructie krijgt en dat je dan vervolgens aan het werk even moet om te kijken, kan ik het al? Dus hè, die stappen gaan zetten. Dus middelen die dan hetzelfde zijn door die hele Dalton Academie heen, zijn dan wel voor kinderen helpend. Ja, precies. Dus dan is het gewoon een vaste structuur. Ze weten hoe het werkt en daar kunnen ze daarnaast en daaromheen kunnen ze dan groeien. Maar dus als ik het goed begrijp, is het doel dus dat ze uiteindelijk in een vrije omgeving dus werken aan hun taken. Maar hoe bereik je dat? Hoe ga je naar dat punt toe? Want als ik kinderen zie zo, ja, dat zijn natuurlijk ongelede projectielen, die rennen alle kanten op. Hoe krijg je ze dan toch dat zij dus werken aan taken die jullie toch, ja, natuurlijk, jullie maken een soort curriculum. Hè? Je wilt dat die kids allemaal de CITO-toets halen en naar de middelbare school gaan. Hoe zorg je ervoor dat die kinderen toch een stukje structuur krijgen? Of in ieder geval in een bepaalde weg worden gezet? Of op een bepaalde weg worden gezet? Ja, precies. Nou, wat wij nu dus, wij zijn wel weer terug de groepen in. Hè? Dus dat betekent dat ze echt op leerjaar ook weer instructies en zo heel strak hebben. Mm-hmm. En daar zijn de leerkrachten heel goed aan het kijken met de leerlijnen en de leerdoelen. Als je het dan echt over de opbrengsten hebt. Hè? Leren rekenen en taal, zeg maar, in grote lijnen. Dan heeft de leerkracht vooral heel duidelijk voor ogen van dit ga ik leerkracht gestuurd doen, omdat dat nou eenmaal doelen zijn die ze allemaal in ieder geval aangeboden moeten hebben. En ik kijk dan naar kinderen, naar de onderwijsbehoeften van welk kind kan op een gegeven moment zelf die keuze maken van ga ik bij die instructie aansluiten of niet. Nou, en dat is dus, ja, daar moet je dus heel vaardige leerkrachten voor hebben, die dat ook gewoon zelf oefenen kunnen. Hè? Dus dat is wel een proces. En dan hebben ze minder werkdruk ook meteen. Als je het dan ook hebt over werkdruk. Omdat ze dan
het uitbouwen. Dus zeg maar, ze bouwen de vrijheid bouwen ze uit voor kinderen. Dus die kunnen steeds meer zelf doen. Nou ja, en in het ultieme geval zeg ik dan, komen kinderen hier 's ochtends binnen, gaan aan het werk en besluiten zelf of ze bij een instructie aansluiten. Ja, maar ja, dat is wel ultiem. Dat lukt op dit moment niet. Maar dat is ook niet erg. Maar die stappen daar naartoe zijn ze dus nu in de groep aan het zetten, zodat kinderen wel steeds meer weer die keuzes leren maken. Van waar moet ik aansluiten? Want dat snap ik nog niet. En dat gaat aan de hand van leerdoelen voor een periode nu. Ja. Dus dan zijn er een periode en dan zijn er een aantal doelen die we gaan behandelen. En dan kijkt de leerkracht bepaalt nu ook nog van is het nodig of niet. En dat ga je, dat proces. Ja, het zijn wel een soort hoeders ook. En nu leerkrachten zijn wel gewoon onderwijs aan het geven nog steeds. Ja, en dat blijft ook in een Daltonschool en dat zal zo blijven. Want er blijven ook altijd die kinderen die je langer aan de hand mee moet nemen. Past de visie van jouw organisatie of product bij onze podcast? Wil jij onze afleveringen mede mogelijk maken? Mail ons dan op podcast@pedagogischverantwoord.nl. En word onze sponsor. En nu heb je het over een ideaalbeeld, hè, hoe het zou moeten zijn. Maar ik merk wel, Tijn, maar ik word wel enthousiast van die vrijheid of zo. Dat vind ik toch wel een heel mooi idee van kinderen die ook echt zelf kunnen kiezen. Oké, dit is nu belangrijk voor me. Ja, zeker. En maar aan de andere kant, kijk, omdat ik net al zei, ja, een beetje gechargeerd van kinderen zijn ongeleide projectielen. Vroeger als kind was ik ook zo'n jongetje dat vroeger het liefst, of ja, nu nog steeds, zit nog steeds in mijn last. Fijn dat je daar aan helpt herinneren. Maar wilde ik ook gewoon rennen en alle kanten op gaan en zo. En ik moest toch leren om te zitten en ook om daar mijn taken te doen. En dat is ook wel redelijk belangrijk, denk ik, in deze maatschappij, om ook dat geduld te kunnen ontwikkelen en om te weten van soms moet je gewoon werken of moet je soms dingen doen die je niet leuk vindt. Hoe ver is dat dan, probeer je dat kinderen mee te geven in deze Dalton-structuur? Nou, wat nu dus, wat bijvoorbeeld, want dat, je hebt het dan ook heel erg over executieve functies, hè? Ja, ook oh, een term ook in zo'n het mooi onderwijs term. Waar we nu oh, allemaal bovenop zitten. Ik kan het ook een keer over hebben, Lars, over executieve functies. Daar hebben we afgelopen jaar in een project waar ook de buurschool Aldehoven, die wil ik dan wel even noemen, want die hebben daar een product ontwikkeld of een middel ontwikkeld, wat in ieder geval bij ons ook gebruikt is. En daar, dat is heel helpend, want daar brengen kinderen dus zelf in kaart. Welke executieve functies ben ik al goed in? En waar kan ik nog wat leren? Ja, maar even voor de luisteraars. Wat zijn er precies, of wat bedoelen jullie onder executieve functies? Want dat is even voor de ouders die niet zo heel erg in de stof zitten. Bijvoorbeeld het kunnen focussen op jouw werk. Daar belangrijk gewoon, ook. Ja, dat soort dingen. Ja. Dus je echt bij je werk kunnen houden, concentratie, dat soort. Redelijk cognitief, hè? Redelijk cognitief nog wel, executieve functies. Dat zit allemaal in het brein ook, hè? Ja, nou ja, precies. Maar het gaat vooral om dat kinderen leren. Dat er een aantal voorwaarden wel zijn om te kunnen leren. Ja, precies, precies. Want ik heb ook nog iets heel interessants gevonden, ook nog, hierbuiten. En dat was een boek, hè? En dat heet Dalton Werkt. En dat is geschreven door twee onderzoekers, Berends en Polhuis. En die zeggen dat het Dalton-onderwijs het vermogen heeft om zich aan te passen aan de veranderingen in de maatschappij. Hoe zie jij dat in deze school? Hè? Bijvoorbeeld als je denkt aan de trend digitalisering. Of is Dalton zo flexibel? Dat denk ik wel. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Omdat het bij Dalton vooral om de kernwaarden gaat. En het is toch een manier van leven ook. Dus als ik naar mijzelf kijk, ik kwam hier binnen en ik dacht, ja, dit was ik. Dit bedacht ik heel vroeger op mijn opleiding al. Dat dit de dingen waren die ik belangrijk vond. Toen dat al wel las. Oh. En dacht van, maar toen ik hier binnenkwam, dacht ik, ja. Ja, ik voel het hier. En dat vind ik wel heel bijzonder. Dus in zoverre is Dalton gemakkelijk naar deze tijd te vertalen. Omdat als je voortdurend reflecteert op die kernwaarden, ja, dan ben je gewoon in alle tijden kan je prima functioneren. Die zijn tijdloos, die kernwaarden. Ja, die zijn heel tijdloos. Ja. En in deze tijd, kijk wat ik net al zei, zo'n takenblad is veranderd in meer een doelenblad. Hè? Omdat wij zagen van ja, het afstrepen van een taak is niet zo wezenlijk. Het is niet leuk zo belangrijk ook. Of jij een doel afstrepen is leuker. Ja, als het je lukt, is wat anders dan dat je een taak af hebt. Want dan moet die per se af. En dan is dan misschien maar saai op plaats. Want al die. Terwijl als jij een doel bereikt hebt en je kan dat aantonen, dat is natuurlijk. Veel interessanter. Ja, en heb je nog een boodschap voor ouders die nog twijfelen over Dalton misschien? Of toch daarover nadenken?
Nou, weet je, ik denk, loop ook de school binnen waar het Dalton-onderwijs is. En als je dan voelt dat het Dalton is, ja, dan moet je die kernwaarden in feite voelen. Ook aan mensen zien dat ze openstaan wel voor de wereld en verandering. Want dat vind ik ook echt bij Dalton horen. Dat heeft met dat reflectievermogen wat er voortdurend is te maken. Dan voel je wel dat het oké is. Ja, ja, want kijk, Dalton is eigenlijk ook nog een product van de grote verzuiling van de 20e eeuw. Hè, waarin elke onderwijsvisie en elke gedachtegoed een eigen school had. Hè. Je had elk geloof had zijn eigen school. En elke grote markante pedagoog had zijn eigen school. Is het niet volgens jou een toekomstdroom dat elk onderwijs, elke onderwijsvorm eigenlijk samenkomt tot één mooie, geweldige... Dalton. Ja, misschien Dalton of een andere naam of gewoon standaard Nederlands onderwijs. Of vind je het toch belangrijk dat we al die keuzes blijven behouden? Misschien dat ik een denk hele dat ouders, vraag. Ja, ik denk dat ouders die keuzevrijheid wel willen behouden. Want er zijn ouders die gewoon daar niet van overtuigd zijn. Hetzelfde als met leerkrachten. Dus ik denk dat het... Ik zou het wel willen. Ik zou denken dat het beter is. Maar dat komt omdat ik ervan overtuigd ben. Maar ik denk dat er ook mensen zijn die daar gewoon niet van overtuigd zijn. En als ouders daar ook niet van overtuigd zijn, dan wordt het heel lastig. Dus ouders moeten er ook wel achter staan. Kijk, bij ons, dat hebben wij al. Omdat er ouders bij ons komen gewoon vaak ook vanuit de wijk, die niet per se voor Dalton kiezen. Dan proberen wij ze wel in dat gedachtegoed mee te nemen. En dat is best een uitdaging. Ja, van waarom is het goed? Ja, terwijl als mensen kiezen voor een Dalton-school bewust, dat is een heel ander type ouders ook op dat moment. En die maken die keuze zelf. Mm. Dus dat is al anders. En als je dat al... Hè, dat voel je soms dat daar een spanningsveld zit. Mm. En dan denk ik, ja, weet je, dan kan je nooit verwachten dat alles goed... En ik denk dat het ook goed is dat die keuze er blijft. Oké. Ik heb nog wel één persoonlijke vraag, Tijmen. Ja, dat mag zeker. Want je hebt dus bewust gekozen om directeur in een Dalton-school. Maar heb je vroeger niet op het Dalton-onderwijs gezeten, toch? Zelf, of wel? Nee, ik heb zelf niet op het Dalton-onderwijs gezeten. Is dat, nee, is dat dan spijtig? Heel klassikaal, of, katholiek. Heb je wat gemist in je jeugd? Heb je wat gemist dan? Heb ik wat gemist? Want je bent er zo van overtuigd dat het werkt. En dan... Heb je wat gemist, dat vind ik lastig. Ja. Maar ik denk wel, ik ben er wel erg van overtuigd, als je meer zelf bewust gemaakt wordt dan van je eigen keuzes, daar had ik wel wat aan gehad. Dan had ik eerder, zeg maar, ook dit soort bewuste keuzes misschien gewoon... Ja, ook, het zijn ook levenskeuzes die je leert maken. Ja, al een heel kleine... En dat vind ik zelf wel... Dat heb ik niet zo heel veel op de basisschool gehad. Oké, dus jij zegt dat het jouw persoonlijke ontwikkeling ten goede was gekomen als jij Dalton-onderwijs had gehad. Iets meer dan. Iets meer persoonlijk. Goed Dalton-onderwijs, hè? Ja. Dan denk ik dat ik daar... wel vroeger bewuster met dingen misschien bezig geweest was. Oké. En dan tot slot, als we dus kijken naar Dalton-onderwijs, hoe ziet de toekomst daarvan eruit? Volgens mij heel positief, want het aantal Dalton-scholen groeit. En het bestaat al 100 jaar, dus het heeft ook een soort duurzaamheid of zo gehad. Ja. Het is blijven bestaan. En de toekomst is dat, wat mij betreft, dat er dus meer nog komen. Of in hetzelfde... dezelfde gedachte erachter, hoor. Want er zijn best nieuwe vernieuwingsscholen die vergelijkbaar gedachtegoed hebben, zeg maar. Dus het hoeft voor mij niet allemaal Dalton-scholen te worden. Nee, maar door die reflectie komt dat ook wel op gang natuurlijk. Hè? Die reflectie binnen Dalton zorgt ervoor dat Dalton gewoon blijft vernieuwen. Ja, en wat die reflectie betreft, zijn we er wel ook heel scherp nu op. Omdat we wel aan het nadenken zijn van welke middelen wil je als standaard invoeren, zeg maar. Hè? Bij het kiezen van het kindportfolio, dat hebben we echt zelf mee bedacht. Dat is een hele open omgeving waar kinderen echt hun eigen manier in kwijt kunnen. En waar het onderwijs ook voortdurend in kan veranderen. Dus als wij een andere methode of een andere leerlijn voor rekenen gaan kiezen of wat dan ook, past dat in dit portfolio. Ja. En dat zijn hele bewuste keuzes. Dus de middelen die je gebruikt, moeten er wel voor zorgen dat je kan blijven reflecteren en veranderen. Waardoor je ook steeds de tijd kan overleven ook, hè? Waardoor het ook zo lang al bestaat, denk ik. Ja. Maar in ieder geval, je ziet de toekomst dus rooskleurig in, dus dat is fijn. En ik denk dat we jou hartelijk gaan bedanken voor dit gesprek. Ja, je hebt een lans gebroken weer voor het Dalton-onderwijs, vind ik. Ja, zeker. En misschien hebben een paar ouders of zo, of opvoeders die dit nu horen, denken van... Hey, ik ga dat ook eens overwegen. Dus dat is misschien wel fijn als je dat bereikt hebt. Nou, ik
ben benieuwd. Ja. En ik wens je nog heel veel succes met het verder uitbouwen van deze school. Dankjewel. Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord. Tijmen van de Beuken. We zitten er weer. We zitten weer in een nieuw koffietentje. Ja, wij gaan ze allemaal af. Om even dit slot op te nemen, even snel nog. Lars, wat vond je van het gesprek? Ik vond Marianne echt, dat heb ik ook eerder gezegd nog aan het einde, veel passie ook voor de Dalton-methode. Ze geloofde er ook echt in. En ook inderdaad grappig dat ze zegt van, nou ja, ik wilde eigenlijk vroeger ook wel die aspecten van het onderwijs meekrijgen. Ja, en dat maakt zo'n gesprek ook veel makkelijker. Als je echt voelt dat iemand daar echt voor gaat en voor staat. Ja, klopt, ja. Nee, precies. Dus ik vond het fijn. Ik ben heel erg enthousiast om ook naar andere scholen nog te gaan kijken. Montessori en dat soort dingen allemaal. Dus dat volgt ook nog in de toekomst. Zeker, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij nu elke aflevering die nog gaat komen allemaal over scholen gaat. Want de pedagogiek is natuurlijk zo breed en het opvoeden is zo breed dat we wel echt alle aspecten willen behandelen. Dus ja, voor ieder wat wils, hè? Precies, maar we gaan in de toekomst wel nog steeds alle methodes wel af. Maar dan wordt het natuurlijk, komen er wat podcasts tussen die dan ook te maken hebben met een ander opvoedthema. Want het is natuurlijk geen onderwijspodcast. Maar onderwijs is wel een heel groot facet binnen de opvoeding. Ja, wat sprak jou nou het meeste aan in die Dalton-methode? Nee, wat Dalton eigenlijk wil, is een soort samenleving nabootsen, maar dan in een klaslokaal. En dat vind ik wel vet, want als je kijkt naar het traditionele onderwijs, dat is alleen maar klassikaal in de rijtjes. En dat is niet hoe de maatschappij werkt. De maatschappij is heel open en je kan allemaal alle kanten op en bepaalde vaardigheden worden ontwikkeld, sommige niet. En ook heel erg dat zelf kunnen en leren plannen, dat heb je gewoon heel erg nodig in de toekomst. Dus waarom zou alles voorgekomen moeten zijn? Ja, en ik vind het ook wel leuk dat ze inderdaad politiek laten terugkomen met die regels en dat je dat samen over hebt. En wat is nou eigenlijk goed en wat vinden wij belangrijk en dat je daar ook aan houdt. Ja. Dat zijn wel echt goede aspecten. En ook gewoon thema's terug laten komen. En ik ben sowieso een groot fan van reflectie. Nou ja, dat is wel een kernwaarde die veel terugkwam ook in het gesprek en in de Dalton-methode. Dus kijken wat je gedaan hebt. Heeft dat iets uitgehaald of moeten wij het echt wel anders aan gaan pakken? Want dan moet onderwijs zijn, Tijn, maar ook een soort van ook een experiment. Want sowieso is pedagogiek niet altijd even duidelijk en weten we het niet allemaal zeker. En dat is onderwijs al helemaal niet. Onderwijs moet ook gewoon dingen proberen. En dat uiteindelijk door een reflectie kun je er misschien achter komen. Hey, dit werkt niet zo heel goed. Dit moeten we anders aanpakken. Nou, doe het anders. Zo, dat is het leven ook eigenlijk. Hè? Het hele leven is alleen maar vallen en opstaan en errors en dan weer het herstellen. Dus dat is ook heel normaal dat we in het onderwijs het ook gewoon durven te doen. En niet alleen maar blijven steken in iets wat werkt, misschien een beetje, en daaraan vast proberen te houden, krampachtig. Omdat de hele wereld om ons heen verandert gewoon. En wij moeten daar mee. Ook het onderwijs en ook de opvoeding. Ja, Tijmen. En dan zit het er weer op voor vandaag. Zeker. En tel, je zou nog meer willen weten over bepaalde onderwijssystemen en ben je nu heel erg geprikkeld over het Dalton-onderwijs, dan kun je ook naar onze show notes gaan, want daar hebben we een paar links neergezet over deze onderwijsvisie en ook natuurlijk de wetenschappelijke bronnen die wij hebben behandeld in het begin van de podcast. Ja, precies. We willen graag bedanken natuurlijk Marianne van den Broek en de bijbehorende school waar zij werkt, de Meiboom in Nijmegen. Ja, en de jonge man die ons geholpen heeft met de foto's maken, hoe heet je ook alweer? Ja, Koen was dat. Koen, bedankt voor het maken van de foto's. Ja. En natuurlijk jij, luisteraar, bedankt alweer voor het uitzetten van deze podcast. En blijf alsjeblieft zoveel mogelijk pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer. Dit was Pedagogisch Verantwoord. Heb jij een vraag of opmerking over deze aflevering? Of wil je een opvoedingsonderwerp aandragen voor de toekomst? Mail het naar podcast@pedagogischverantwoord.nl of stuur een bericht via social media.